Vanaf een strategische plek houdt de vertegenwoordiger van Rover in Rotterdam het spoor van en naar het Rotterdamse Centraal Station nauwlettend in de gaten. Met de ingang van vandaag zou de hoge snelheidstrein 4 à 3 maal per uur moeten rijden. Conclusie tot nu toe, niet gelukt. Het gebeurt niet. Hij rijdt volgens de oude dienstregeling heel gewoon elk half uur voorbij. Er is dus niets veranderd. Het enige verandering ten opzichte van vorige week is dat de Intercity, die iedere uur om 11 over half van Rotterdam direct naar Schiphol reed, dat die is uitgevallen, verdwenen is. Zodat er nu nog maar één keer per uur een directe normale trein zonder toeslag is van Rotterdam naar Schiphol. En dat is nog een trein die uit Brussel komt, dikwijls vertraging heeft en meestal vol zit. Oorzaak volgens Rover, er zijn onvoldoende hoge snelheidstreinen beschikbaar. De miljoenenkostende Vira's staan volgens de reizigersorganisatie buiten op een rangeerterrein af te schrijven. Ze staan gewoon buiten in de regen en de graffiti-liefhebbers hebben er al heel wat beschilderd ook. Ze staan aan het IJ zo ongeveer ten oosten van Amsterdam Centraal. En van tijd tot tijd rijden ze. Maar ik heb ze nog niet één keer met reizigers zien rijden. Wat is nou aan de hand met die dingen? Die dingen hebben ze besteld bij een Italiaanse fabriek die weinig ervaring heeft met hoge snelheidstreinen. De reden waarom? Uiteraard goedkoop. NS High Speed bevestigt het probleem. Vandaag is er wel weer proef gereden met de nieuwe Vira's. Maar een regeling van 3 maal per uur zit er voorlopig niet in, aldus een woordvoerder.